Hoi, leuk dat je kijkt. Zoals je aan de titel aan kan zien, laat ik even zien hoe ik mijn zachte lenzen in en uit doe. En eigenlijk wil ik dat even laten zien omdat ik het zelf ook super eng vond om lenzen te gaan gebruiken. Alleen het hielp mij heel erg om te kijken naar iemand die zeg maar ervaring had met lenzen, om te kijken hoe die dat deed. Dus ik hoop gewoon super erg dat ik jullie daar misschien mee kan helpen. En het eerste wat ik wil zeggen is, als tip zeg maar, ik maak altijd even mijn haar vast. Omdat anders dan kunnen je haren zeg maar bij je ogen komen. En dat lijkt me niet zo heel fijn. Nou, dan zal ik dus laten zien hoe ik het doe. Eerst hou ik mijn oogleden open met mijn vingers natuurlijk. En het belangrijkste is denk ik als je je lens zou inbrengen om op één punt te focussen in de spiegel. Dus je moet niet gaan kijken naar de lens zelf, want dan lukt het waarschijnlijk niet. En dan doe ik hetzelfde bij mijn linkeroog. Ik focus me weer op één punt in de spiegel. Alleen als je vaak oefent, dan zou je het in principe ook zonder spiegel kunnen doen. Maar ik pak er meestal toch wel een spiegeltje bij. En ik focus me weer op één punt. Dus niet, ik kijk niet naar de lens. Nou, en dan haal ik ze eruit. En dan hou ik weer mijn oogleden open. En ik focus me weer op één punt in de spiegel. En ik schuif de lens zeg maar naar buiten toe. Want die bolling van de lens, die past niet op een ander punt in je oog zeg maar. Waardoor er een beetje lucht tussen komt en dan kan je makkelijk eruit pakken. Dus je schuift hem eigenlijk zachtjes van je oog af. Nou, ik hoop echt heel erg dat jullie er iets aan hebben gehad. Of ja, voor de mensen die lens willen gaan dragen. En ik hoop dat jullie het misschien ook iets minder eng vinden en het willen gaan proberen. Of ja, ik zeg in ieder geval, in het begin moest ik zelf ook heel erg wennen. Maar het doet in principe niet echt pijn, maar het is meer het gevoel waar je aan moet wennen. Maar ik denk ook als je het vaak doet, als je vaak oefent, dat het dan uiteindelijk wel lukt. Want zelfs bij mij is het gelukt en ik vond het echt heel erg eng. Maar ik merk ook als ik nu elke dag lenzen in en uit doe, dat je toch je eigen techniekje een beetje ontwikkelt eigenlijk. Dus ik zou zeggen, begin er gewoon aan en wie weet lukt het wel. En is het ook heel fijn om lenzen te dragen. Nou, als je het een leuke video vond, doe eventjes duimpjes omhoog. Vergeet niet op mijn kanaal te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!